Hij doet het. Dames en heren, het is 8:45. Gaat u lekker zitten allemaal. Behalve natuurlijk onze drie gewaardeerde panelleden die bovenaan de SBS showtrap voor u klaarstaan. Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom bij Politieke Junkies. Goed dat u er weer bent in zulke belachelijk grote getalen. We kunnen toch het signaal geven dat we inderdaad 10 minuten geleden te horen gekregen hebben dat we inderdaad uitverkocht zijn. Dus u heeft weer een golden ticket in uw broekzak zitten. Goed dat u er bent, dus ook grote getalen. Even voor de helderheid, wie is hier voor de allereerste keer? Ja, geconcentreerd aan. Ja, oké. Okay. Nou, het is eigenlijk heel simpel, dames en heren. Wat wij doen hier is eigenlijk, we draaien het allemaal een beetje om. Wij laten namelijk de Binnenhof-watchers, laten wij de politiek ontspinnen. Dit is een grote ontspinshow. En dat betekent eigenlijk dat wat u dagelijks in de krant leest of op televisie ziet, dat eigenlijk maar slechts een klein gedeelte, het eindgedeelte is van de nieuwsbrenging. Of de nieuwsvergaring, of de nieuwsmaking, kan ook nog. En u moet zich voorstellen dat Binnenhof allemaal mensen rondloopt met allemaal een 100% eigen waarheid. En die proberen ze allemaal in zo'n krantenrubriek of in zo'n televisieprogramma te krijgen. En wij concentreren voornamelijk ons nou op het spel wat vooraf gaat aan het nieuws. En wat wij het mooiste vinden is, wat we laatst weer hier voor op het terras met een biertje in de hand hoorden, is dat iemand tegen ons zei, wanhopig zei, ja, door jullie kan ik eigenlijk nooit meer normaal televisie kijken. Toen dachten we, ja, dan is de operatie toch redelijk geslaagd. Drie panelleden, zij gaan hier direct voor u het nieuws ontspinnen. En wat aardig is, is dat wij elke maand iemand vragen, niet zomaar iemand, maar een parlementariër, die normaal gesproken dus door deze Binnenhof-watchers dag in dag uit bekritiseerd, geanalyseerd worden. Maar zo'n avond als dit is de rol omgedraaid. Vanavond, zoals elke keer bij Politieke Junkies, mag het jurylid, de parlementariër, voor één keer zijn, in dit geval haar leven, een keer vertellen wat zij nou van deze mensen vindt. Wat ze van hun verhalen vindt en of het wel klopt met het beeld wat zij heeft in dit geval. Kortom, welkom bij Politieke Junkies. Ik kijk nog even de zaal rond. Ik dacht wat mensen te herkennen. Hoeveel mensen hebben we die parlementariër zijn in de zaal? Aha, kijk aan, inderdaad. 3 Kamerleden. Wie is hier werkzaam in rondom spindokterij, voorlichtingachtige zaken? Hetzelfde Kamerlid, dames en heren. Ik ken hem, maar hij zit niet zo heel lang in de Kamer, dus daar zit nog een bepaalde naïviteit in dat. Tikken we er vanzelf wel uit. Maar voor de rest, dat valt tegen eigenlijk dan qua oogst. Meestal komen hier ook spindoktoren gewoon hier even het vak afkijken en te kijken of hun spin wel het juiste effect heeft gehad. Dames en heren, genoeg qua introductie. Hoog tijd om ons zeer gewaardeerde panel naar binnen te halen. Voor die mensen die voor de eerste keer zijn, dat gaat altijd gepaard met een keihard applaus, omdat we zo ontzettend blij zijn dat ze er zijn. Dames en heren, ze was 1 keer in ons midden, toen nog werkzaam voor nu.nl. Ze ging via Follow the Money en vooral WNL, waar ze mijn trouwens zeer gewaardeerde collega was, ging zij naar De Telegraaf. En daar is zij een van de sterverslaggevers. Dames en heren, groot applaus, Lize Witteman. Martijn. En ja, en Lies heeft al de familie en vrienden meegenomen, dames en heren. Dames en heren, de volgende man heeft eigenlijk nog nooit een normale baan gehad. Ja, ik kan een heel verhaal vertellen, maar dat is eigenlijk gewoon het geval. Hij ging ooit werken voor Vrij Nederland en dat doet hij er nog steeds. En ik als abonnee ben daar buitengewoon blij mee. Want vooral zijn grote politieke verhalen zijn elke keer weer een lust om te lezen. Niet voor de allereerste keer bij ons vriend van de show, dames en heren, Thijs Broer. Ja, dames en heren, we zaten net even in de doorloop, want dat doen we dan altijd even om te kijken of alle fragmenten op de juiste plek staan, zonder we even kort weer te praten. Deze dame gaat voor mij zo ver terug dat het zelfs naar de voorloop van BNR Nieuwsradio ging, Talk Radio. Daar waren wij ooit collega's. Ze werd daarna de sterverslaggever politiek BNR Nieuwsradio. En we kennen haar eigenlijk, als we naar een beetje af en toe naar Nieuwsuur kijken, dan heeft u er vanzelf wel gezien. Vriendin van de show, ze was erbij vanaf het allereerste uur, Nienke de Zoete. Ja, dames en heren, en dan gaan we over naar de eenkoppige jury. Ze was ooit voorzitter van de PvdA, ze was ooit minister van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel. En ze is nu Kamerlid. Dames en heren, Lilian Ploemen. Die is voor u. Hoe gaat het met u? Nou, heel goed. Ik ben nu sinds een week of 6
Tweede Kamerlid, fulltime. Ja. Nou, het bevalt heel goed. Ja. Ja. Met de trein, zonder dienstauto? Met de trein. Eerst met bus 69 natuurlijk, dan met de trein. En dat is eigenlijk wel ontzettend leuk, want je ontmoet al mensen in die bus en maak je praatjes. Ja, ik vind het enig. Ja. Ja. Wat wel gek is, want je hoort heel vaak mensen zeggen, dat lijkt me een geweldig iets, ooit in een dienstauto met een chauffeur. Maar u zegt eigenlijk, ik ben blij dat ik er vanaf ben. Nou, dat wil ik nou ook wel niet zeggen. Kijk, bijvoorbeeld afgelopen maandag moest ik naar een feestje op mijn hoge hakken. Nou ja, je begrijpt, dan was het fijn geweest om een dienstauto te hebben. Maar tram 2 reed gewoon. Dus weet je, de overgang is ook wel niet zo groot als mensen denken. Ik vind het fijn dat u er bent. Ik heb eigenlijk een paar hele eenvoudige vragen voor u. Woont u in Amsterdam? Ja. Bent u voor Ajax? Nee. Sorry. Hiermee vervalt de rest van mijn vragen. Ik ga het toch proberen. Heeft u een man die toevallig rijdt in een oude dieselauto? Nee. Heeft u ooit geambieerd om op de gracht te wonen? Nee. Heeft u ooit leiding gegeven aan een groep mensen die groot is in een fractie van GroenLinks? Zeker. Voelt u hem al een beetje? Nee. Zal ik nog een tip doen? Graag. Ik vind dat u zo'n mooie ketting om heeft. Ja. Nederlands fabrikaat. Zal ik nog een zetje geven of zijn we er? Nee, we zijn er nog niet helemaal. Doe nog maar een dingetje. U maakt hele grote kans om burgemeester van Amsterdam te worden. Oh, right. Ja, god. Nou, ik zal eerlijk zeggen, je bent niet de eerste die dat zegt. Maar ik was er zelf niet opgekomen. En ik zit in het parlement en daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Ja. Daar hadden we natuurlijk al een beetje op gerekend, het antwoord. Dat ding, hè, dat staat het geheel wel een beetje in de weg, ja. Best wel eigenlijk, ja. Hele volgende. Het is goed dat u het zegt. U zegt natuurlijk, u bent Kamerlid en u zou daar nog bij kunnen zeggen dat is het hoogste ambt wat er is. En dat is een enorme eer en ik zet er voor mijn kiezers. Zwaar. Maar nu kijken we even kort naar een compilatie van mensen met soortgelijke antwoorden. Kijkt u mee? Nee, ik ben er helemaal niet voor in. Ik denk er helemaal niet over na. Maar ik ben ook niet van het soort wat een van de zoveel wil zijn die roept van... Nee, nooit niet. Enzovoort. En hond staat er zo'n negatief sfeertje rond het CDA. Maar één ding, voor mij is duidelijk. Ik heb een aantal andere mensen waarvan ik echt hoop dat ze het gaan doen de komende jaren. En daar hoop ik op. En die zal ik ook oproepen, maar ik ga de kaart duwen. Dat is het. Ja. Henk Blinker, en 2 weken later was hij toch kandidaat lijsttrekker met de lumineuze slogan Heerlijk Helder Henkie. Volgende. Wat ik wil is eerst eens goed worden in de Raad van Kamerlid. Veel leren, veel te doen. Ja, eerste goed. Laat maar zitten, de volgende. Kom maar. Lilian Marijnissen zei hier ook eerste goed Kamerlid worden op de vraag, wil ze ooit partijleider worden? We kennen de geschiedenis. Het verschil tussen die Lilian en ik is, ik ben al een goed Kamerlid. Dat is een kleine kans. De vraag is eigenlijk dit. Ja. We hebben natuurlijk nooit de illusie gehad dat u hier in de balie live op NPO Politiek zou zeggen, inderdaad, ik sla mezelf op de schouder en ik zeg bij de volgende hamerslag, ik ben kandidaat burgemeester. Dat begrijpen we. Ja. Maar de vraag is even, eigenlijk wil ik u vragen naar een ontkenning te gaan. En dan bepalen wij het nou met pennen of we een beetje waterdicht vonden. Dus het komt er eigenlijk een beetje op neer dat u, kijk, u kunt op 3 manieren nee zeggen. Ja. Nee als in echt nee. Nee met een kattenluikje misschien toch ja. En nee met een soort lava-achtige power schreeuwend van ja. Dus hier komt de vraag. Mevrouw Lilian Ploemen, het gerucht is niet nieuw voor u. Ook is het tot ons gekomen. Klopt het dat u inderdaad beschikbaar bent en de ambitie heeft om burgemeester van Amsterdam te worden? Nee, dat klopt niet. Ja, het klopt niet. Ik wil jullie allemaal aankijken. Nee? Kijk, iets waar ik zelf niet opgekomen ben dat ik het zou kunnen zijn. Ja, dat staat zo ver van me af dat ik dan niet kan bedenken dat ik dat zou willen. In alle eerlijkheid. Ja. Benno? Ja, ik vond hem best wel overtuigend. Ja? Maar... ja. Best overtuigend. Nou, eigenlijk al met Ajax. Dat was toch wel bekeken. Mevrouw Ploemen, dit parkeren we. We hebben de beelden nog, zeg ik altijd, over een paar jaar. Of over een paar maanden. Toch even nu dit. U heeft van allerlei taken en rollen meegemaakt in en rondom de nazi-politiek. Ook in die politiek natuurlijk nu. Nu gaat u voor de eerste keer in uw leven journalistiek beoordelen. Waar gaat u ze vanavond op beoordelen? Ja, kijk, ik vind de grootste valkuil voor journalisten is dat ze een beetje meelopen met de massa. He, dat ze een beetje achter politici aanlopen of achter andere journalisten. En dan krijg je zo'n soort meningen...
bastion waar ieder dan zijn woordje in doet, maar wat eigenlijk niks nieuws brengt. Dus ik hoop eigenlijk dat ze iets verrassends zeggen, wat desalniettemin wel klopt. Ik dacht wel hieronder in een soort onderstroom een soort massieve aanklacht jegens de journalistiek te bespeuren ergens. Maar dat is ongeveer het domste wat je kunt doen als politicus. Dus zo heb ik dat zeker niet bedoeld, jongens. Heel goed. Ik ga u vragen op de eerste rij daar te gaan zitten. En aan het eind van de avond zijn we terug. Lilian Ploemen, dames en heren. Ons kaart. Zo. Lize, we zijn bij jou beland. Ja. Wat voor heerlijke ontspinnerij heb je voor ons meegenomen? De beloftes van Rutte, die zijn natuurlijk nogal berucht geraakt na de vorige Tweede Kamerverkiezingen. En deze verkiezingen was hij daardoor nogal voorzichtig op. Als je ook het verkiezingsprogramma doorlas, stond er nooit meer van wie geen Nederlands spreekt, krijgt geen bijstand. Nee, daar stond mensen moeten inspanning doen om de taal te leren. Dus het stond allemaal ook... Nou, zodat hij het eventueel waar zou kunnen maken ook. Er was alleen, want iedereen kon nog die hypotheekrente aftrekken en Griekenland zich herinneren. En toch deed hij wel degelijk één dure belofte, ook deze verkiezingen. En die gaan we nu zien. De afgelopen 4 jaar ging over Nederland sterker uit de crisis. Voor de komende 4 jaar is mijn ambitie dat we dat ook allemaal gaan voelen. Dat iedereen merkt dat het beter gaat met Nederland, dat we er allemaal de vruchten van plukken. Ja, we moesten het allemaal gaan voelen in de portemonnee. Dat is de belofte die ons eigenlijk afgelopen campagne is gedaan. Niet alleen door Rutte trouwens, door eigenlijk vrijwel alle politieke partijen. Maar Rutte heeft het vaakst en het best gezegd. Dus hij wordt er nu een beetje uitgepikt, dit verhaal. Dit is natuurlijk de grote ontspinshow, maar ja, ik zit vooral in de cijfers. Ik doe financiën. Dus er komen allemaal tabellen zo meteen voorbij, maar we beginnen even met nog wat filmpjes. Mijn verhaal wordt namelijk dat ook deze belofte eigenlijk op losse schroeven staat en dat het eigenlijk niet eens aan Rutte is of dat verhaal ook uiteindelijk, of die belofte ook ingelost zal worden. Maar laten we even beginnen met terug te gaan in de tijd. We hadden natuurlijk de economische crisis en iedereen moest loon inleveren. Hè? Zelfs de FNV zei, ja, dat is een goed idee, we moeten loonmatiging doen. In de publieke voorzieningen moest worden gesneden en de lasten werden natuurlijk met vele miljarden verzwaard om zeg maar, al die gaten nog enigszins te kunnen dichten. Want we moesten ook nog eens in hoog tempo naar een begrotingsevenwicht. Toen zagen we dus, volgens mij hebben we één plaatje over dat de FNV ook... Ja, deze? Ja. En, de VNO-NCW, dus de werkgevers en werknemers op één lijn? Precies, nou, dat was een tijdje geleden. Op een gegeven moment ging het natuurlijk allemaal weer... precies. Op een gegeven moment ging het allemaal weer beter. De afgelopen 2 jaar toen opeens ging eigenlijk een knop om. De crisis die verviel. Opeens waren allemaal weer overschotten op de begroting. De economische groei die ging echt als een pijl omhoog. De werkloosheid daalde. Er is alleen één ding wat niet gebeurde. En dat is dat de lonen maar niet wilden stijgen. We kijken naar een meneer van de Rabobank die dat nog een keer feilloos uitlegt. Vorig jaar is de koopkracht gestegen, dat is positief. Het laat ook zien dat er een economisch herstel is ingezet. Maar gewoon structureel zie je dat het besteedbaar inkomen van huishoudens daarbij achterblijft. De afgelopen 15 jaar zie je een verschil van 5%. Nou, het is natuurlijk niet zo dat meteen de lonen 5% omhoog kunnen. Maar het geeft wel aan dat we nu in een situatie zijn waar er wel ruimte ligt voor loonstijgingen. En volgens mij was dit in de zomer van 2016, dus toen begon iedereen wat nerveus te worden. Op zich is het niet zo raar, hè? Want eerst moet die economie weer groeien en dan gaan ondernemers weer een beetje winst maken. Maar die marge hebben ze dan nog nodig om weer te gaan investeren, voordat ze ook die loon omhoog kunnen gaan doen. Bovendien is er dan genoeg mankracht om gewoon extra aan te nemen. Dus hoef je ook nog, er is nog geen sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Dus je hoeft ook nog niet de loon omhoog te gooien. Maar goed, nu begon het toch wel erg lang te duren. En voornamelijk voor de politiek was dat natuurlijk heel vervelend. Want die had 5 jaar geleden beloofd van, nou ja, er komt een soort zure tijd. En daarna gaat het allemaal beter. En kunnen we dus het land er weer bovenop gaan helpen. En dus ook bijvoorbeeld minister van Financiën Dijsselbloem. Die natuurlijk ook hoopte met de PvdA nog om iets te... binnen te kunnen gaan halen, die begon op te gaan roepen van die loon omhoog. In 2016 was het echt nog niet zo gek dat het nog even duurde voordat die loon omhoog ging, maar in 2017 begon de irritatie wat toe te slaan. Nou, dit was al 2016 ook al, ja. Juist. En dan zien we Jeroen Dijsselbloem en dat is dus een paar maanden geleden volgens mij. Nee, dit was volgens mij ook vorig jaar. Vorig jaar, ja. Voorgaande, pardon. Ja. 2016, Jeroen Dijsselbloem, toenmalig minister van Financiën. Het zou het economisch herstel natuurlijk enorm helpen als die ruimte ook gewoon aan mensen in het loonzakje wordt gegeven. Bent u niet bang voor een loongolf, dat er echt hoge eisen gesteld gaan worden?
Nou ja, kijk, die achterstand moet je niet zomaar gaan inlopen. Dat is een te groot getal en het kan niet bij alle bedrijven. Dus je moet echt per sector kijken en per cao kijken wat de ruimte is. Maar de cao-loonstijging is de afgelopen jaren zeer, zeer beperkt geweest. En er is gewoon ruimte voor meer. En dat zou de koopkracht ondersteunen, dat zou het economisch herstel ondersteunen. En ik denk dat mensen ook wel uitzien aan naar wat extra geld in de portemonnee. Ja, dus dat moest er gebeuren. En ja, wie zorgt voor hogere lonen? Dat zijn natuurlijk de werkgevers. Dus in feite was dit een opdracht aan de werkgevers. Kom nou, gooi die lonen nou omhoog. Zorg nou dat mensen eindelijk wat gaan voelen van die economie die het maar steeds beter ging doen. Goed, die werkgevers die daar dachten daar heel anders over. Ja. Die zeiden, ja, wacht eens even. Wij hebben jarenlang bezuinigingen, lastenverzwaringen, weet ik veel wat gehad. Begin nou maar eens met die lasten omlaag te gooien. En probeer daar maar eens even de marge te vinden. Dus volgens mij hebben we ook wel een plaatje van, zei de Hans de Boer, die ging daar rechts tegenin. Niet de loon omhoog, maar lasten moeten omlaag. Nou ja, dan krijg je dat als politiek te horen. En dan kan je zeggen, kan je blijven roepen natuurlijk, werkgevers, gooi nou die loon omhoog. Maar de verkiezingen kwamen eraan. En ja, de burger die wilde gewoon dat er inderdaad eindelijk weer eens wat te vieren viel. En dan ja, wordt er toch weer gekeken, in ieder geval in dit land wordt er dan toch altijd weer gekeken naar de politiek om alle antwoorden te leveren. En ja, politici kunnen dan niet anders dan zeggen, oké, dan gaan wij dat doen. Wij beloven u dat het allemaal beter gaat. Het moet altijd lonen om te werken. En daarom wil D66 de belasting op inkomen en arbeid met 10 miljard euro verlagen. Dat doen we met een pakket van belastingverlagingen. Het CDA kiest ervoor om het eigen risico te verlagen. En om het leenstelsel voor studenten af te schaffen. Die geldboom bestaat niet, maar omdat het nu zoveel beter gaat, is er een beetje extra financiële ruimte om zowel te investeren in veiligheid, verpleeghuizen, maar ook in wegen. En tegelijkertijd te kijken de komende jaren de lasten te verlagen. Ja, voor die paar mensen die het gemist hebben, Klaas Dijkhoff was het dus eens met Mark Rutte. Maar ik vind het een mooie kramp. Hè? Dus iedereen vindt dat er meer koopkracht moet zijn. De werkgevers zeggen, we hebben genoeg gedaan nu. Last omlaag en het kabinet zegt, en ex-kabinetsleden, gooi de lonen omhoog. Ja, en aangezien de campagne uitbrak, was het politiek die in feite daar in het onderspit delfde. En die dus inderdaad ging beloven dat de lasten omlaag gingen. Want ja, je moet toch wat. Dat was trouwens ook nog tijdens de formatie. We hebben ik heb nog een paar fragmenten van Rutte inderdaad die dan tijdens de formatie ook nog volhoudt. Ja, hè, er is wel ruimte voor lastenverlichting en daar gaan we ook op inzetten. In de eerste plaats, het gaat nu beter met Nederland. Zorg er nou voor als de VVD in het kabinet zit, dat wij dat ook persoonlijk ervaren. Dus als er ruimte is voor lastenverlichting, vooral voor hardwerkend Nederland, maakt dat mogelijk. Ja. En toen was daar het moment, hè, je hebt dan een hele formatie gehad, half jaar lang is er onderhandeld, iedereen had zijn wensen, dat kost allemaal heel veel geld, maar uiteindelijk kon niemand meer onder de belofte uit om ook inderdaad meer geld in de portemonnee te stoppen. Dus bij volgens mij een fragmentje van het regeren, korte presentatie, dat inderdaad de lasten omlaag gaan. We hebben gekozen voor groei en vooruitgang. Het gaat goed met Nederland. Maar te veel mensen voelen dat nog niet in hun persoonlijk leven. En dat moet beter. Daar zijn onze maatregelen op gericht. En met dit pakket hebben we dan ook daadwerkelijk vertrouwen in de toekomst. En wij hebben een pakket gemaakt dat er in zijn geheel voor zorgt dat alle groepen in Nederland erop vooruit gaan. Ja, de belofte was, het was natuurlijk al meteen weer doorgerekend door het Centraal Planbureau. De komende 4 jaar gaan we gemiddeld een koopkrachtstijging. Iedereen, 95%, van 1,1% krijgen in de portemonnee. En dat is ook de debatten die daarna zijn gevoerd. Kwam echt dat koopkrachtbeeld kwam echt iedere keer opnieuw terug. Als het ging over de wet Hille of over de dividendbelasting of de hogere btw, dan was altijd het antwoord. Ja, maar over het geheel zie je dat iedereen erop vooruit gaat. Dus in feite werden alle lastige maatregelen daarmee toegedekt. Want uiteindelijk gaat iedereen, is er zoveel plus en minnen, alles tegen elkaar afgewogen, gaat iedereen erop vooruit. Ja, en dan is het eigenlijk het moment dat we naar de harde cijfers gaan. En de tabellen. Want vlak nadat zo'n kabinetsploeg dan op het bordes wordt gezet, dan komt er 1 of 2 weken later, komt het ministerie van Financiën ook met iets en dat heet een startnota. Dat is eigenlijk, dat zijn de tabelletjes en de cijfers van het regeerakkoord en daarin staan alle macro-economische aannames die eronder liggen en de berekeningen van de uitgaven en inkomsten en hoe dat allemaal de komende jaren eruit gaan zien. En
waar het kabinet dus vanuit gaat. Nou ja, laten we maar bij tabel 1 beginnen. Ja, dames en heren, het is vrijdagavond en u zit in de balie voor een tabel. Laten we even op je indalen. Ik heb een laser. Ja. U kunt het thuis nog een keer rustig nakijken op de website. Neem ons mee, Lise. Wat gebeurt er allemaal? Laten we beginnen met uitgaven. Dan zien we hier de totale nette uitgaven. Ja. Dan zien we een stijging. Mijn hand trilt echt heel erg. Maar dan zie je een stijging van zo'n 50 miljard. Voor de specialisten onder ons, kijk, sociale zekerheid. Hè? Dat is allemaal AOW'ers, zorg. Ook allemaal oudere mensen. Ja. Maar goed, dus dat gaat als een mal omhoog. En dan kijken we ook eventjes naar de inkomsten. En die gaan ook enorm omhoog. Dat zijn dus belastingen en premies, zoals de zorgpremie en WW-premies. Al dat soort premies die zitten daarin. Ook 50 miljard gaan die omhoog. Dat is dus enorm, enorme toename. Ik denk, ik kan me niet herinneren dat ooit, maar goed, ik ga nog niet zo heel lang mee. Dat zo ontzettend is gestegen. Tabellen, et cetera. Ja, dan hebben we nog een tabel. We hebben het weten beperken, dames en heren. Nog één uitleg bij de vorige. Je ziet dus dat die inkomsten ook enorm stijgen, die belastingen. Dat is trouwens voornamelijk omdat er steeds meer mensen aan het werk gaan, de economie groeit, bedrijven maken hogere winsten en daar betaal je dus allemaal ook met elkaar meer belasting over. Dus in feite, hetzelfde percentage belasting levert dan meer op. Nou, dan de volgende. Dit is een hele belangrijke tabel. Dit is een tabel en dat gaat over lastenverzwaringen. Laat ik toch maar even hier staan. Want dan zie je dit getalletje hier. 3,4. Dat is een plus. Dat is een plus van lastenverzwaring. De komende 4 jaar gaan we bij elkaar 3,4 miljard aan lastenverzwaring betalen. Dan denk je, we kregen toch lastenverlichting beloofd? 5, 6 miljard. Maar nou blijkt dus dat de afgelopen kabinetten zijn er zoveel lastenverzwaringen doorgevoerd. Dat het nieuwe kabinet in feite met die lastenverlichting alleen maar een deel van die lastenverzwaringen heeft opgelost. Een deel van de lastenverzwaringen groeit gewoon verder door. En dat is die 3,4 miljard. En dat zit hem ook met name, dan zie je ook weer de zorgpremies, vergroeningsmaatregelen, de energiebelasting. Heeft het kabinet Rutte 3 eigenlijk te maken met de erfenis van Rutte 2? Dus lees eigenlijk dat het schuld van mevrouw Ploem is, zou ik maar zeggen. Rutte 2, Balkenende 4. Zover gaat het terug. Ja, dat zijn allemaal belastingen die steeds verder oplopen. Maar deze getallen die jij ons nu laat zien, waar we een deel op inzoomen. Je geeft eigenlijk aan, dit niet door de Telegraaf bedachte tabellen. Daarom heb ik dus ook deze tabellen. Dit is dus de startnota, de officiële van het ministerie van Financiën. Maar die tabellen, die zien al die ministers, die kent de hele ministerraad. Ja. En die weten dus dat, zoals het nu gaat, dat ze afsteven dus niet op een lastenverlichting, maar op een lastenverzwaring. Ja, maar dat dan iedereen alsnog van lastenverlichting mag spreken is, omdat het een lastenverlichting is ten opzichte van Rutte 2. Dus dat is al fijn om te weten natuurlijk. Maar dan vraag je je af, hoe kan het dan dat als we zoveel meer belasting gaan betalen, dat we uiteindelijk alsnog meer koopkracht in de portemonnee krijgen? Dus je zou zeggen, we betalen met z'n allen meer belasting. We gaan zelfs nog meer lasten betalen dan al gedacht, ook qua maatregels. Maar hoe komt het dan dat we dan alsnog 1,1% aan stijging hebben? Nou, dan kom ik eigenlijk bij de clou van mijn verhaal. Dat is de volgende tabel. En dat is, dat is contractloonmarktsector. En dit is de macro-economische ontwikkelingen waar dit regeerakkoord vanuit gaat. En het regeerakkoord gaat er dus vanuit dat de komende jaren de lonen in de sector met gemiddeld 3,1% zullen stijgen. Dat betekent dus dat iedereen ervan uit, dat het regeerakkoord ervan uitgaat dat we met z'n allen een salarisverhoging krijgen van 3,1% van onze werkgevers. En dat betekent dus eigenlijk dat het regeerakkoord ervan uitgaat dat de werkgevers de lonen omhoog gooien. Dus wie moet eigenlijk, daar komen we zo nog even op. Dus wie moet eigenlijk die koopkrachtstijging gaan betalen en eigenlijk de belofte ook van Rutte inlossen dat we het allemaal gaan voelen in de portemonnee? Dat is niet Rutte zelf die dat door maatregels heeft gedaan. Nee, dat zijn alsnog de werkgevers. Die hele hete aardappel is dus alsnog op het bordje van de polder op deze manier terechtgekomen. Nou, dat was eigenlijk de clue, maar... Applaus! Nee, echt! Luister, ik durf je best een bekentenis te doen. Wij zijn op zich dus tegen het zo min mogelijk tabellen op politieke dingen. Tenzij Lise Witteman het podium opkomt. Dit is interessant. Dus de toezegging van het hele kabinet, want het is natuurlijk niet alleen Rutte, het zijn ook die anderen geweest die dat allemaal zeiden.
die hebben eigenlijk een hele politieke belofte in de handen gelegd van die werkgevers. Die moeten, de belofte van koopkrachtstijging, moeten ze waarmaken. Ja. Jij hebt, alles samenballend, uiteindelijk de minister van Financiën voor je microfoon gezet. Want daar gaan we dus mij nu luisteren. Nou, nee, minister Koolmees van Sociale Zaken, want die gaat natuurlijk over de polder. Dus die moet nu, nou ja, onder andere proberen een sociaal akkoord te sluiten, wat niet lukt. Maar ook proberen dus met de werkgevers. Dat staat ook in het regeerakkoord een zinnetje. Hè? We verwachten dat de lonen omhoog gaan. Dus die moet daar met werkgevers ook over spreken. En toen hadden we bij de Telegraaf even een rondje gebeld langs het veld. Van nou ja, lukt het al een beetje? Hè? Voor volgend jaar moet er in ieder geval dan 2,3% al aan loonsverhoging geboekt worden. Wil dat al een beetje lukken? En toen had ik bij het touwtje na de ministerraad, heb je zo'n touwtje. Even zeggen, dat is een touwtje waar aan de ene kant de ministers lopen en jullie mogen daar niet komen, is aan de andere kant. Precies. Ja, dat. Met mijn telefoon is dus ook slechte opname gevraagd van nou ja. Wil het al een beetje lukken? De kerstverse minister van Sociale Zaken, de heer Koolmees, D66. Nou, voor mij is het vooral denk ik, moeilijk om er iets zinnigs over te zeggen op dit moment. Omdat er, het gaat over 2020, ja, dat dit cijfer in de raming staat. Dat is nog een ver weg. Er worden nu echt cao's afgesloten voor 2017, 2018. Ja, maar tot nu toe lijkt ook voor 2018 de 2,3 niet gehaald te worden. Nee, klopt. Ze blijven dat achter. Maar dat heeft ook weer te maken met die lagere inflatie die ook achterblijft. Maar ik hou het goed in de gaten. Wat heeft u dan als stok achter de deur? Wat zegt u dan? Zegt u dan als jullie dat nu niet doen, dan nou, wat moeten we daarbij voorstellen? Dat zijn allemaal als dan vragen en daar geven we een antwoord op. Ik moet daar toch even iets over zeggen. Het is natuurlijk eigenlijk een krankzinnig opmerking. Het is een soort status quo in het gevecht journalistiek-politiek. Dat als je een als-dan-vraag stelt, dat de politicus dan zegt... Ja, sorry, als-dan-vraag doe ik niet aan. Maar daar is die politicus voor. Om een scenario door te denken. En als dit scenario niet werkt, dan hebben we Het hele regeerakkoord hangt natuurlijk aan elkaar van. Scenario's hebben we zojuist gezien. Dus op zich, Maar jij kent de heer Koolmees al wat langer. En ook toen hij Kamerlid van D66 was. Ik dacht wel in zijn stem enig ongemak bij je vragen te bespeuren. Nee, nou... Kijk, hij is natuurlijk iemand die... Dit is echt een Rotterdammer. Hij praat heel graag gewoon rechtuit. En hij zegt wat hij denkt en vindt. En ik denk dat hij eigenlijk denkt dat het echt wel goed gaat komen. Dat inderdaad, dat het nu ook achterblijft. En het hangt ook samen met inflatie. Maar daar zou ik niet mee bemoeien. Maar wel dat het waarschijnlijk sneller gaat dan we allemaal denken. Alleen lastig is, dat kan hij niet zeggen. Want dan zou hij dingen gaan voorspellen. Dus dat is een minister van Sociale Zaken niet eigen. Als wij de komende weken televisie en kranten lezen. Trouwens, dan zul je dit gevecht gaat natuurlijk doorgeduwd worden. Die werkgevers die zullen natuurlijk langer blijven doorduwen. Kom met meer lastenverlichting voordat wij überhaupt gaan nadenken over salarisverhoging, toch? Ja, nee, ja, dus, nou, dat is dus, want ik sta ook iedere week bij het touwtje en ik zeg, waar blijft nou die oproep aan de werkgevers? Want de afgelopen kabinet hadden we dan Rutte op een gegeven moment zelfs, die zei van, hè, de lonen moeten omhoog. Maar dit is, nou, nu ga ik echt speculeren. Ik denk, misschien is dit nog iets wat ook in die onderhandelingen in de polder een rol zou kunnen gaan spelen. Dat ze zeggen van, nou ja, dat de vakbonden misschien... aan willen sluiten als ze dan daar tegenover loonsverhoging kunnen krijgen. Maar dit is wel heel speculatief. Dus ja. Daar brand ik liever mijn handen. Ja. Ik ga in ieder geval danken voor heel veel fantastische feiten. Lize Witteman, dames en heren. Dank je wel. Iets voor jou. Thijs Broer. We gaan het hebben over iets waar ik bij mezelf ook bespeurde... in het begin wat lacherig over te doen. Als ik het hoorde, maar naarmate de tijd vordert... eigenlijk denk, hé, wat is het en waar leidt het toe? En wat kan het worden ook? Het veel geroemde, beruchte, besproken partijkartel. Ja, eigenlijk meer specifiek de banencarousel... die volgens Thierry Baudet, want daar begon het allemaal mee... samenhangen met elkaar. Bij het debat over de regeringsverklaring net daarvoor... had Henk Kamp, oud-minister, een nieuwe betrekking gevonden als... voorzitter van Actis, de koepel van de werkgevers in de zorg. En dat was aanleiding voor Thierry Baudet om in dat debat over de regeringsverklaring schande te roepen over de baantjescarousel waar de VVD vooral volop aan mee zou doen. Dat fragment gaan we nu bekijken. Ja. Je ziet het gebeuren. Je ziet dat de ene na de andere VVD'er vanuit de Kamer of vanuit het kabinet naar de zorgwereld toe gaat. Dit is een kartel, het is een gesloten wereld waarin men de handen boven het hoofd houdt. Waarin de bureaucratie niet wordt aangepakt, maar alleen maar groter wordt. En dat is het onderliggende probleem. Dat moet worden geadresseerd. En het is echt ongelooflijk dat een nieuwe fractievoorzitter hier de eerste dag dat hij hier staat zegt dat het niet bestaat.
Ja, voorzitter, wat je ziet is dat bestuurders besturen en als ze ergens goed in zijn, komen ze op een andere plek ook terecht. Ik snap dat de heer Baudet daar iets van maakt. Ik snap zelfs dat veel Nederlanders soms denken, goh, die naam zagen we eerst daar, nu zien we hem daar. Maar dat is natuurlijk maatschappelijk vrij logisch. Mensen die een topfunctie bij een bank bekleden, hebben vaak eerder bij een bank gewerkt. Dat staat alleen niet in de krant. Mensen die bij PSV in het eerste komen, komen ook niet van het hockeyveld afrennen. Die hebben eerst ervaring opgedaan in een lager elftal. Ik zat dan ook in de kamerzaal. De hele kamerzaal moest erom lachen. Behalve Thierry Baudet zelf en meester Theo Hiddema natuurlijk. Maar na afloop zat ik in het rookhok van Nieuwsport, de sociëteit, de journalistensociëteit, met een aantal voorlichters van de VVD. En die waren ook allemaal heel blij met deze geweldige, spitsvondige opmerking van hun Klaas. Maar Klaas komt zo scherp uit de hoek, hartstikke goed, weet je. We hoeven hem helemaal niks te vertellen. Paats, weg was Thierry. Ik een beetje meelachen. Ja, was wel goed, zeg. Maar tegelijkertijd bekroopt me toch ook een beetje het ongemakkelijke gevoel dat de VVD er ook wel heel makkelijk mee weg leek te komen. Want Thierry Baudet had misschien wel een punt. Met alle kritiek die je op hem kan hebben, af en toe kan hij ook gewoon wel gelijk hebben hier of daar. Het is de moeite waard om maar eens naar te kijken. Bovendien is hij helemaal niet de eerste die banencarousel in Den Haag aan de orde stelt. We hebben dat even opgezocht. In 1966 was er al een jonge man die toen nog enigszins op James Dean leek en er wereldberoemd mee werd, die langs de gracht liep voor een verkiezingsspotje. Misschien kennen jullie hem wel. Hier komt hij. We waren ongerust over de politieke situatie in ons land, over de verwarring en de ondoorzichtigheid, over de tanende invloed van de kiezers, over de ontoereikendheid van de verouderde politieke spelregels, over de onbewegelijkheid en de verstarring van het partijenstelsel. Hans van Mierlo. Hans van Mierlo, jullie herkennen hem wel. Kort daarna, op het grote congres van D66, deed hij er nog een schepje bovenop en had hij het over de verstikkende cultuur van het politieke establishment. Bijna letterlijk de woorden die Thierry Baudet nu, als een nieuwe buitenstaander, een nieuwe inbreker in het stelsel, gebruikt. Dat vond ik op zichzelf al een interessante vaststelling. Je zou zeggen dat langzamerhand bij de VVD dan het kwartje ook wel gevallen moest zijn na 40, 50 jaar dat die banencarousel misschien wel bestaat en dat het niet echt veel zin heeft om te ontkennen dat die überhaupt bestaat, zoals Dijkhoff in eerste instantie probeerde te doen, hè, waarna hij het een beetje probeerde goed te praten. Nou, vervolgens was er een nieuwe episode toen een paar weken geleden duidelijk werd dat Fred Teven niet bij de Raad van State welkom was, maar buschauffeur werd. Daar werd Mark Rutte naar gevraagd. Toen gebeurde er dit. Ja, ik vind het super. Hij is enorm gemotiveerd. Hij is bezig een bedrijf op te bouwen. Dat gaat ook stap voor stap. Hij heeft al tijd over. Dus hij zegt, ja, ik heb hier gewoon vreselijk veel lol in. Maar goed, ik bereid me natuurlijk voor op kritische vragen van Thierry Baudet. Want dat is weer een VVD'er die bestuurder wordt. Dus ik bereid me voor op een vraaguur. Het kartel is weer zichtbaar. Het is natuurlijk... Het werkt, hè? Het werkt. Ja. En dat betekent dat die grap gewoon van Twitter gejat was. Maar precies, ik zag hem echt al 100 keer voorbij komen. Ja. Na 10 keer dacht ik, nou weten we het wel. Want dan kwam hij er nog een keer mee. Ja. Maar goed. Heel grappig. maar wij dachten, onze journalistieke taak is natuurlijk om een keer heel grondig uit te zoeken wat er nou waar is van dat verhaal van die banencarousel. Dus samen met Nieuwsuur hebben we toen, van Nederland en Nieuwsuur samen, bedacht dat we de Universiteit van Amsterdam een keer heel grondig zouden laten uitzoeken of die banencarousel bestaat. Dus wij hebben toen in opdracht van ons alle banen van alle parlementariërs sinds 1945 op een rij gezet. Dus de banen die ze voor hun politieke carrière hadden gehad en daarna. En die ook nog eens gewogen op zwaarte. Nou, daar bleek allerlei interessants uit. Vooral dat CDA en PvdA en VVD en ministers en politici daar het meest van profiteren. VVD'ers nog het meest. Interessant genoeg, die maken de grootste carrièresprong na hun kamerwerk. Wat we ook een interessante bevinding vonden, is dat de burgemeestersbenoemingen bijvoorbeeld, die laatst ook weer ter sprake kwamen toen Eibeltje Berkmoes in haar boekje zei dat er een burgemeestersbaantje aangeboden zou zijn, waarna de VVD natuurlijk ging roepen, zo werd het niet meer in dit land. Bijna 90% van de burgemeesters in Nederland zijn nog steeds van CDA, Partij van de Arbeid of VVD. Terwijl die drie partijen al jaren nog maar 40% van de stemmen halen bij de landelijke verkiezingen.
Dat is natuurlijk wel een beetje vreemd. Daarnaast bleek natuurlijk... toen hebben we vervolgens ook nog onderzoek laten doen... voor een tweede groot verhaal, een reportage... die volgende week nog uitgezonden en gepubliceerd moet worden... over de belangenorganisaties rondom de politiek. Want dat is waar veel oud-politici terechtkomen. Het is in Nederland verkeerd in een unieke situatie... dat er een soort ijzeren ring zich bevindt rondom het Binnenhof... van die organisatie, die ook letterlijk vaak kantoren hebben. VNO-NCW, LTO Nederland, de onderwijs... raden, alle mogelijke koepels in de zorg, waar dus veel oud-politici terechtkomen. Wat blijkt uit het onderzoek dat wij hebben verricht, dat meer dan de helft van de voorzitters van die clubs ook weer oud-politici zijn. En ook weer afkomstig van die drie partijen. En nieuwere partijen, zoals D66 en GroenLinks, komen er eigenlijk nog steeds nauwelijks aan te pas. Met andere woorden, die banencarousel, die bestaat voor een deel in ieder geval wel, zeker wat betreft die gevestigde politieke partijen. Eigenlijk toch ook onbegrijpelijk dat Rutte dan, al is het met een grap en al werkt de grap ook goed. Op het moment dat je natuurlijk als premier de woorden van het frame overneemt, bestaat het. Nou ja, dan vraag je er wel om. Ja, wij dachten toen, nou dan zitten we kennelijk op het goede spoor en dan gaan we het uitzoeken ook. Daar waren we eigenlijk al een tijdje mee bezig hoor, maar dat was een extra aanleiding in ieder geval. Wij gaan kijken naar Niek-Jan van Kesteren. Dat is de huidige CDA-senator. Dat zal misschien het groot publiek niet zoveel zeggen. Maar die wordt uit alle onderzoeken de afgelopen jaren al gezien een van de belangrijkste lobbyisten ooit. Hij was directeur bij VNO-NCW, de werkgeversorganisatie. Heel af en toe geeft hij een interview. Hij was wel betrokken bij het akkoord van Wassenaar, kun je nagaan. En sinds 1999 is algemeen directeur. En hij is degene eigenlijk geweest die achter de schermen de strategie van VNO-NCW al die jaren heeft bewaakt. En dat komt erop neer, zoveel mogelijk samenwerken met zoveel mogelijk partijen. Want, stel je voor, dat heeft hij een keer gezegd in de Ben Pauw lezing in 2012, genoemd naar een beroemde lobbyist. Je moet zorgen dat je met verschillende organisaties met één mond spreekt. Anders kunnen politici hun gang gaan. Kan je je voorstellen dat gekozen politici hun gang gaan? Dat moeten we natuurlijk niet hebben in Nederland. Ja. We hebben een van zijn zeldzame interviewtjes voor de camera hebben we op weten te duiken. Daar gaan we nu even naar kijken. En we hebben een groot netwerk. Er zijn niet zo heel veel mensen die zeggen we willen niet met VNO-NCW praten. Dus dat geeft je de mogelijkheid om... de zaken te doen die je wil doen. Maar u zit ook met belangrijke mensen aan tafel. Want u hebt volgens mij een dagelijks belrondje met de ministers? Nou, niet allemaal. Ja, mevrouw Bloemen drukte hem wel eens weg, maar voor de rest is iedereen gesproken. Ja, zo werd het dus. Wat ik het mooie van het fragment vind is... het lijkt alsof hij helemaal niet weet hoe bijzonder eigenlijk deze uitspraak is. Dus hij vindt het eigenlijk vrij normaal om het te zeggen. Hij vindt het totaal normaal. Ja. Maar iemand die dag in dag uit de meerderheid van het kabinet mobiel spreekt... dat is best iets, toch? Ja, er zijn er meer van. Er zijn veel van die kerels die zeggen mijn telefoon is mijn... Het zijn inderdaad vaak kerels. Ook nog wel interessant om op te merken trouwens. Van die 200 belangrijkste bestuursbobo's en al die belangenorganisaties... is driekwart man en ook nog eens boven de 55. Dus dat is ook wat dat betreft wel een gesloten circuitje. We hebben dus nog een van datzelfde staturen voor je gevonden. Dat behoeft een paar zinnen inleiding als man. Ik heb een paar keer geprobeerd om Niek-Jan van Kesteren te interviewen. Dat is twee keer gelukt, dat is in de loop van 10 jaar na eindeloos aandringen. En toen heb ik ook nog een keer tegen hem gezegd... Niek-Jan, weet je wat ik nou graag zou willen? Is een keer een heel mooi groot portret maken... van hoe VNO-NCW als lobby te werk gaat. Dacht hij even na, toen zei hij... Dan kan je beter naar LTO Nederland, want de boerenlobby, want die hebben pas echt een goede lobby. Met andere woorden, dan was hij er weer vanaf, want hij doet zijn werk liever in stilte. De afgelopen jaar heb ik het ook een paar keer geprobeerd. De voorzitter van LTO Nederland in de afgelopen jaar was Albert-Jan Maat. Een hele bescheiden, maar ook heel voorzichtige oud-CDA-kamerlid. Die eigenlijk nooit iets zei waar je wat aan had. Dus ik dacht, daar kom ik niet zo verder mee. Maar tot mijn grote vreugde is sinds een tijdje Mark Calon, daar de voorzitter. Hij is oud-gedeputeerd in Groningen. Voor de PvdA. Akkerbouwer, voor de Partij van de Arbeid. Akkerbouwer, hij is ook voorzitter geweest van EDES, de koepel van woningcorporaties. En hij heeft het hart voor op de tong liggen, zoals wij nu zullen merken. Daar komt-ie. Wat ik doe is belangen van boeren behartigen. Gaat dat goed? Ja, dat is dit jaar vrij goed gegaan. In Groningen zeggen ze, daar komt minder. Het begint met gewoon hard studeren. Dus weten hoe de zaak in elkaar zit. Veel praten met ambtenaren, dat is de continue factor, beleidsambtenaren. En ook goede netwerken. Met kamerleden, met mensen die in het kabinet kunnen komen, met bewindslieden. Maar ook met collega's. Hans de Boer, Maxime Verhagen, Bernard Wintjes. Kent u ze allemaal?
Ik ken veel van die mensen, ja. Ja. Die allemaal op je en jij basis telefoonnummer in de telefoon. Ja. En die belt u. Ja, ik heb 1200 nummers in mijn telefoon staan. En daar staan alle kabinetsleden in en ook heel veel van dit soort mensen. Dan, dit filmpje, jullie zijn trouwens de eerste in Nederland die dit filmpje hebben gezien. Het is vorige week opgenomen door Chris Ostendorf van Nieuwsuur. En het wordt pas volgende week uitgezonden. Dit is geheel exclusief. Nou goed, wat hier interessant van is natuurlijk, is dat hij dus tamelijk openhartig vertelt wat hij allemaal voor elkaar heeft gekregen. En ik weet dat ook klopt, want ik heb hem van de zomer al gesproken. Toen aan hem gevraagd, wat zijn jullie belangrijkste lobbypunten voor het regeerakkoord? Toen noemde hij op, precies wat er nu gebeurd is. Dus wat hij nu zegt, is die one-pager die ze aan het komende kabinet hebben doorgegeven, die dus bijna één op één geknipt en geplakt letterlijk in het regeerakkoord is terechtgekomen. Een eigen ministerie van Landbouw. 30 meter van het LTO-hoofdkantoor aan de Bezuidenhoutse weg. 200 miljoen voor warme sanering van de varkensfokkerijen. 150 miljoen voor duurzame investering in waterkwaliteit in het buitengebied. Nou, je kan gewoon de hele lijst af. En dan krijg je dat gewoon allemaal voor elkaar. Fascinerend. Maar hoe kan dat dan? Is het dan die 1200 nummers? Ik bedoel, hoe... Wat hij zegt is, je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Hij vertelde ook dat hij net, een paar weken geleden al, heeft gesproken met Leonie Sazias van 50PLUS en Thierry Baudet. En toen zei hij zelf, ja, je kan je natuurlijk afvragen, wat moet je met die mensen? Maar, zei hij, over een jaar of wat hebben ze misschien wel 8 of meer zetels in de Kamer. En dan worden ze een factor van betekenis en dan ken ik ze al. En wat hij ook vertelde, hij zei nu dat met ambtenaren moet je ook heel vroeg beginnen, met ideeën in de week leggen. Toen zei hij, ik zeg altijd tegen mensen, schaal 8 tot 10. Ik zeg, Mark, wat zeg je nou, schaal 8 tot 10? Ja, salarisschaal 8 tot 10. Het heeft helemaal geen zin om zomaar bij de minister langs te gaan, want dan kan je een beetje ritueel praten, maar dan heb je nog helemaal niks in je handen. Je moet bij die beleidsambtenaren tussen schaal en 10, moet je zorgen dat je ideeën landen, dat je daar goede contacten mee opbouwt. Dan ga je pas naar de directeur-generaal, dan ga je naar de secretaris-generaal. En als het hele ministerie denkt dat het een goed idee is, dan ga je pas naar de minister. En dan geef je de minister de indruk dat hij het allemaal zelf heeft bedacht. Zo werkt het. Zo interessant als ik hier één dingetje over mag zeggen. Want FNV is natuurlijk in feite ook een lobby. En dan heb je VNO en CW, dat zijn dan twee opponenten daarin. Maar als je kijkt naar hoe FNV opereert en VNO opereert, zo Niek-Jan van Kesteren heeft, een tijdlijn van 15, 20 jaar waarop die opereert. Hij denkt van nou over 20 jaar. Dat zag je trouwens heel goed bij die dividendbelasting. Hè? Daar zag je ook, die lobby is 2005 ongeveer begonnen. En ze hadden erop ingezet dat die langzaam werd afgebouwd en op een dag dan zou verdwijnen. En zij volgen gewoon heel rustig de strategie. Als er een keer een kabinet iets anders, dan nou prima, weet je, we pakken alvast het volgende kabinet, bereiden we ons alvast op voor. En de dividendbelasting is trouwens eerder afgeschaft dan zij ook hadden gedacht. Dat was eigenlijk een onverwacht succesje. Maar goed, het was al elke paar jaar ging het al iets omlaag. Dus ze waren al rustig aan die weg aan het timmeren. En terwijl je kijkt, als je kijkt bij FNV, dan is het trouwens. Gewoon... de FNV die is veel emotioneler. Dat zeggen ook gewoon, ik heb ook wel mensen van de PvdA gesproken die ook op een gegeven moment zeiden van ja, we werken graag samen, maar we soms weten gewoon echt niet wat nu hun koers wordt of een strategie wordt. En daardoor kunnen ze ook dat niet goed overbrengen en inbrengen via de ambtenaren. Nou, misschien moet Mark Alon dan voorzitter van de FNV worden. Dat is een gek idee. En dan op de trekker, nou kijk eens wat ik voor jou heb. Matthijs, jij bent goed ingedoken nu even in die banencarousel. Jij geeft daar getallen en percentages bij. Laten we even doorwandelen. We hebben het nu, gaan volgens mij naar Sander Dekker in zijn vorige functie, hè? Ja, juist. Ja, wat ook interessant is, ik kwam bij het voorbereiden van die verhalen kwam ik erachter dat eigenlijk elke Kamerfractie, althans de grotere Kamerfracties, een coördinator benoemingen hebben. En die houdt zich dan bezig met burgemeestersbenoemingen en zo. En die zeggen dus allemaal, nee, het gaat niet meer zoals vroeger, we kunnen dat niet meer verdelen onder elkaar. Wat je hooguit kan doen, is een kandidaat een beetje een duwtje in de goede richting geven. Jeroen Dijsselbloem heeft dat de afgelopen half jaar gedaan, sinds de verkiezingen. En die zei, ja, ik heb natuurlijk wel tegen Ahmed Marcouch gezegd dat Arnhem vrij zou komen, is dat hij dat misschien maar moest gaan proberen. Maar meer dan dat kunnen we niet doen. Vervolgens zeggen ze er ook bij, ja, er is één klein window waar je dan wel wat aan kan doen. En dat is op het moment dat de commissaris van de Koning, dat was net nog vergeten te zeggen, dat is wel leuk, dat de commissaris van de Koning van de groslist van sollicitanten voor een burgemeesterspost een shortlist maakt. Dan kan je net als Kamerlid nog even zeggen, nou, ik wil toch graag onder de aandacht brengen dat wij een kandidaat met voortreffelijke kwaliteiten hebben, zie maar wat je ermee doet.
Vervolgens dacht ik, hé, dat is interessant. Laten we dan uitzoeken wat de invloed van die commissaris van de Koning nou eigenlijk is. Want als dat de man is die van de longlist de shortlist maakt en de shortlist gaat naar de benoemingscommissie van de gemeente, dan kunnen ze wel zeggen, het wordt helemaal bepaald door de gemeenteraad. Maar als er een filter tussen zit van die commissaris van de Koning in kwestie, nou, toen hebben we uitgezocht waar die invloed eigenlijk zit. En hebben we vergeleken in alle provincies waar een commissaris van de Koning van kleur was gewisseld. Dus Noord-Holland was een CDA, werd een, of was een GroenLinks'er, werd een VVD. In Zuid-Holland was het een VVD'er, werd het een CDA. Wat blijkt nou? Op al die plekken, is het aantal partijgenoten dat benoemd werd onder de betreffende commissaris van de Koningin gestegen en dat van anderen gedaald. En dan gaan ze zeggen, ik heb ze zelf allemaal gesproken, Jaap Smit, Willy Bort van Beek en Utrecht. Dan zeggen ze, nou nee, ik weet niet hoe het met mijn voorganger is gegaan, maar ik ben er volkomen transparant over. De gemeente hebben dat helemaal zelf voor het zeggen, de benoemingscommissies en zo. Het zou kunnen dat ze het zelf niet eens doorhebben, maar wat ik vermoed, stel dat je gemeenteraadslid bent in Etten-Leur, en dan komt de commissaris van de Koning binnen en die gaat zeggen, bot, met al zijn autoriteit, ja, ik heb goed nagedacht over de groslist en de shortlist. Lijkt me toch goed als jullie een ervaren bestuurder nemen van bijvoorbeeld het CDA, dat je dan sterk in je schoenen moet staan om te zeggen, nou nee, doe maar niet, daar hebben we er al genoeg van gehad. Dus kennelijk is dat het effect. Dus zo subtiel werkt de schaduwmacht in Nederland. En zo zelfs dat alle betrokkenen kunnen zeggen, nee, maar formeel is toch helemaal voor elkaar en aan mij ligt het niet. En beide bestaat. Beide waarheden bestaan naast elkaar. Ja, precies. Ik wil nog een paar fragmenten met je door. Ja, precies. Nou, Sander Dekker, het unieke is de VVD. Traditioneel is het zo dat het maatschappelijk middenveld, die bestuursfuncties in de zorg en het onderwijs en zo, dat vooral het CDA en de Partij van de Arbeid daar heel sterker vertegenwoordigd zijn. Dus het verhaal ging al dat in 2010, toen de VVD voor het eerst de grootste partij van Nederland werd, de frustratie begon te groeien bij de VVD, dat ze telkens met mensen in het middenveld te maken hadden die niet van een eigen partijkleur waren. Had er overigens ook mee te maken dat VVD'ers gewoonlijk helemaal niet zulke saaie bestuursbanen willen. Want als ze wel iets willen, wist leuk in het bedrijfsleven of iets met sport of zo. Maar in ieder geval niet met de zorg of het onderwijs. Nou, hoe dan ook, de VVD heeft toen besloten daar echt iets aan te gaan doen. Toen kwam ik erachter dat Sander Dekker, zonder dat iemand dat wist, coördinator benoemingen was vanuit het kabinet de afgelopen jaren. Dus ik heb hem naar gevraagd op zijn allerlaatste, zijn eerste dag als minister, hoe heet het ook weer, voor rechtsbescherming. Ja. Toen zei ik, maar Sander, klopt dat dan? Dan zeiden ja, 10 jaar geleden dachten we bij de VVD, dat loopt allemaal wel los met die benoemingen. We pakken tegenwoordig iets gestructureerder aan. Ging ik het navragen bij andere leden van, laten we zeggen, een andere partij in het vorige kabinet. En die zeiden, nee, ze hebben dat op het agressieve afgedaan. En zelfs allerlei posities van topambtenaren, daar wilden ze per se een VVD'er hebben. Ik hoorde zelfs uit Brussel dat ze nog hun best hebben gedaan om de chef de kabinet van Frans Timmermans, van de Partij van de Arbeid, om daar een VVD'er benoemd te krijgen. Ze kwamen alleen met zulke slechte kandidaten aan dat Frans uiteindelijk heeft gezegd, nee, ik wil liever een CDA'er met ervaring. En die is het uiteindelijk ook geworden. Dan moet je PvdA'er wel, dan zit je in de knel. Hè? Als je PvdA'er zegt, liever een CDA'er, dan voilà. Is het noodhoog. Vervolgens herinner ik me ook weer dat Sander Dekker ooit een interview heeft gedaan met onze Max van Wezel, die hier ook wel is opgetreden, in 2013, toen het nieuwe kabinet er net een jaartje was, waarin hij zich erover beklaagde dat hij de hele tijd tegenover linkse onderwijsbestuurders zat. Dat is dit stuk. Ja. Te belangrijk om aan links over te laten. Het volgende citaat, er zit nog een citaat achter, dan kan je het even zelf lezen. Ik ga het voorlezen. Als je kijkt naar de politieke voorkeur van de sleutelfiguren in het onderwijsveld, is dat geen goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Ik bedoel dat niet veroordelend, maar het is een feit dat ze vaak van linkse komaf zijn. Rinda den Beste, voorzitter van de PO-raad, die het basisonderwijs vertegenwoordigt, is oud-wethouder voor de PvdA in Utrecht. Jan van Zel, voorzitter van de MBO-raad, is oud-PvdA-kamerlid. Voorzitter van de VO-raad, de werkgeversorganisatie in het voortgezet onderwijs, is Paul Rozemuller, is weer oud-fractieleider van GroenLinks. Voilà. Nou, geen wonder dus dat dezezelfde Sander Dekker, die zich daar zo stierlijk aan ergerde, enorm zijn best heeft gedaan de afgelopen jaren om juist partijgenoten op zulke posities benoemd te krijgen. Met resultaat. Een paar jaar geleden was er nog enorm gesodemiet erover dat hij erin was geslaagd om een aantal VVD'ers benoemd te krijgen in het omroepland. Laten we even naar Sander Dekker kijken in zijn vorige functie, staatssecretaris media. En dat ging over Bruno Bruins. Ja, kom maar. Bruno Bruins, die net benoemd was tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de NPO. Ja, die ja. Ik heb een enkele partij dat horen zeggen. En het lijkt me het beste dat we daar in het debat over doorpraten. Want ik ben het daar niet mee eens. Waarom niet? Daarom niet. Daarom niet. Het perfecte antwoord.
Ja. Ik wil door even met je, want we gaan een paar dingen zien. We zien de heer Duizenberg, was VVD-Kamerlid. Inderdaad, de zoon van de beroemde PvdA-minister. Nou, precies. Dat is ook een direct gevolg van de intensieve lobby die juist Sander Dekker heeft geprobeerd te voeren de afgelopen jaren. Om eindelijk weer partijgenoten, ook in dat onderwijsveld waar al die lastige linkse mensen zitten, benoemd te krijgen. Pieter Duizenberg was net 3 maanden opnieuw Kamerlid. Ja. En piepte er tussenuit. Tot woede ook van de Kamervoorzitter. Die nog heeft gezegd, Pieter, dat valt me enorm van je tegen dat je het nu alweer tussenuit knijpt. Deze. Maar ook academici waren daar kwaad over. Want dezelfde Pieter Duizenberg had kort daarvoor gepleit, als Kamerlid nog, voor een onderzoek naar de politieke kleur. Kan je nagaan, hè, die ironie. De politieke kleur van academici. Tot woede van academici natuurlijk. Die zeiden, wat moet dat er toe doen en wat krijgen we hier? Wat wordt dit Cuba? Ja. Dezelfde Pieter Duizenberg piept er dus tussenuit en wordt VSNU-voorzitter. En krijgt dan meteen een petitie om zijn oren tegen zijn benoeming uit de academie. Die in de kortste keren door 5000 academici ondertekend is. Het kan dus ook wel eens mislopen met deze avonturen van de VVD. We gaan niet helemaal tot slot, maar wel. We gaan het tot slot richten op Lutz Jacobi. Met die beroemde slogan No Lutz, No Glory. Precies. Dat is, geloof ik. Ja. Ik kluts hem bijna nog door elkaar, maar. Zij was Kamerlid, ze was ook kandidaat lijsttrekker. Dat verloor ze van Diederik Samson. En, neem ons mee, want waar is ze nu? Ja, er gaan nog twee zinnetjes aan vooraf, als het mag. Wat ook bleek uit het onderzoek, is dat die beruchte banencarousel, die dus eigenlijk bestaat naar mijn idee, maar geldt voor iets van 15, misschien 20% van de Kamerleden. De mensen met het beste netwerk komen makkelijker weer terecht op nieuwe bestuursposities. Maar voor heel veel Kamerleden is dat ongelooflijk lastig. Lutz Jacobi is een van de velen die in wachtgeld terecht is gekomen en dan dus ook na een paar maanden verplicht aan een soort reïntegratietraject moest gaan beginnen. En wel bij het bureautje van Rendert Algra, oud-CDA-Kamerlid, die zelf ook niet aan een baan kon komen, dus dat bureautje maar begonnen. Ja. En dan ontspint zich dit wonderlijk gesprek. Wilt u burgemeester worden? Ja, heel vaak zeggen mensen dat ik er heel geschikt voor ben. Dat moet een keer langskomen. Waar ik heel enthousiast over word. Ik sluit niets uit trouwens, helemaal niets. Ik vind eigenlijk ook wel alle soorten werk leuk. Ik heb trouwens via Rendert, het is ook altijd leuk om te doen, een assessment gedaan. En dan blijkt gewoon dat ik een mooie combinatie heb van eigenschappen. En nou, daar past het wel bij, maar je moet ook een beetje bij de omgeving passen en de omgeving moet bij jou passen. Dus ja, wie weet, hè? Ach, dit is toch ook verdrietig. Zit je op zo'n bedrijventerreintje van een assessment, ja. Wat verschrikkelijk allemaal. Maar nog geen 2 weken na deze opname waren de lokale verkiezingen in Friesland. En wat gebeurt er? Lutz Jacobi wint tegen alle verwachtingen in. En toen was dit het tafereel. Ja. No Lutz, no glory. Ja. Dus uiteindelijk kwam het toch nog goed. In ieder geval met Lutz. Dames en heren, Thijs Broer. Dankjewel. Ja. Nienke de Zoete, wat voor heerlijk heb je meegenomen voor ons? Ja, ik wil het graag hebben over de moord op het referendum. Ah. En wel een moord op klaarlichte dag. Ja. In die zin valt er misschien niet alles over te ontspinnen. En met D66 in de hoofdrol en voor een partij die toch een zachte dood voorstaat, hanteert ze hier de bottenbijl. Een referendum is een veelkoppig monster. Nou, al die koppen die worden successievelijk afgehakt. Waarom vind ik dat interessant? Zolang ik in Den Haag werk, gaat het over politieke vernieuwing. Dat is al best wel een tijdje. Maar daarvoor ook. En ik had deze bijdrage ook de moord op het geitenpad kunnen noemen. Vond ik wel een mooie titel. Want na het Oekraïne-referendum had iedereen het gehad. En opeens willen we er allemaal niks meer mee te maken hebben. Terwijl, zoals we zullen zien, die discussie over referenda al ontzettend oud is. En het wel heel kortzichtig is, vind ik, om dan na 1 referendum te concluderen, we houden hier mee op. Zoals ik al zei, zolang ik in Den Haag werk, en dat was ook al in 2005, zal ik hier bekennen, toen hadden we net de Europese grondwet gehad en toen waren er 3 jonge Kamerleden die ook zeiden van nu is het eindelijk tijd.
wij gaan een initiatiefwet indienen voor 2 referenda. Dat zijn de referenda waar we het nu nog steeds over hebben. Het correctieve en het raadgevende referendum. Ze waren toen nog heel enthousiast. Laten we heel even kijken. November 2005. Het is belangrijk dat mensen ook weten, van, nou, wij doen ons werk hier als Kamerleden, als politici. En u heeft de mogelijkheid, als u dat echt wil, als u voldoende handtekeningen verzamelt, om dat tegen te spreken. U heeft net de laatste hand gelegd aan 2 nieuwe wetten voor een referendum. Het is al vaker gebeurd. Waarom gaat het nu wel lukken, meneer Duiverdak? Ja, ik denk omdat we het Europese referendum, het grondwetreferendum hebben meegemaakt. En eigenlijk nog helemaal los van de uitslag, ze heeft iedereen gezien en was ook enthousiast over hoe dat referendum verlopen is. Dat het heeft geleid tot heel veel maatschappelijk debat, maar ook hele grote betrokkenheid van de burgers. Nou, hierna gaan ze dat allemaal nog aanbieden. Ja, dat waren Boris van der Ham van D66, Nisco Dubbelboer van de Partij van de Arbeid en Wijnand Duivendak van GroenLinks. Over deze wetten die zij toen hier gingen indienen. Ze gingen allemaal nog naar Balken en er langs om dat allemaal af te gaan leveren. Daar gaat het nu nog steeds over. Het grappige is, zij zeggen hier, er is ook wat enig enthousiasme na dat referendum over de Europese grondwet. De uitslag was misschien wat onverwacht negatief voor veel mensen, maar het leidde tot veel discussie. Nou is het grappige, dat was helemaal niet een eerste referendum over de Europese grondwet, want die discussie die gaat dus al heel lang. En zo is er in 1952 ooit een proefreferendum geweest. Nou, en toen was iedereen nog dol enthousiast. Wekenlang heeft van de Martinikerk in Bolsward de vlag van Europa gewapperd ter gelegenheid van het proefreferendum over de al of niet wenselijkheid van een verenigd Europa. Ook andere middelen om belangstelling voor de Europese zaak te wekken werden toegepast en met succes. Op de dag van de verkiezing kwam de bevolking in grote getale naar de stembus. Het is mijn stellige overtuiging dat een land als Nederland het in de toekomst niet alleen zal kunnen bolwerken en dat het beslist noodzakelijk is dat wij samenwerken in federatief verband met andere landen van West-Europa. En daarom heb ik ja gestemd. Een jonge vrouw die voor het eerst stemde zei: ik stem ja omdat wij als toekomstige huisvrouwen een grotere welvaart en veiligheid voor onze kinderen mogen verwachten. Tot 8 uur 's avonds bleven de stembureaus geopend om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen hun stem uit te brengen. Bij de telling bleek dat in Delft, waar minister Luns persoonlijk meewerkte, bijna 3/4 van de stemgerechtigden was opgekomen. Het opkomstpercentage in Bolsward was ruim 88%. In overweldigende meerderheid hadden de mensen voor de Europese eenheid gestemd. Daardoor werden Bolsward en Delft inderdaad, zoals zij op de spandoeken genoemd werden, Europese steden. De uitslag van het referendum wordt door velen beschouwd als een maatstaf voor de Europese gezindheid van het hele Nederlandse volk. Ja, dat waren nog stijden. Ik zeg er even 2 dingen bij. Het was eerst die man die met die regenjas. En daarna was die vrouw met dat mooi gecoiffeerde haar. En die deed dat zonder autocue, zeg ik even erbij. Stond men eens in die tijd. Maar houdt u vooral die vrouw die u daar zag even gewoon ergens in het achterhoofd voordat we nu verder gaan. Dat gaan we namelijk nu doen. Ga door, Nien. Ja, nou je ziet hier, Luns die kwam zelfs de stemmen tellen. Dus er was wel enig enthousiasme. Ik denk ook mede gezien de uitslag. Naarmate er wat meer scepsis over bepaalde onderwerpen bij het volk kwam, was ook de scepsis over het referendum weer wat groter. Maar het is een continue discussie. Nu gaan we dus die referenda afschaffen. Of het raadgevend referendum wat we hebben. En dat raadgevend referendum, ik zal het even nog even keer zeggen, dat is dus dat je mensen achteraf een soort advies kunnen geven. En dan kan de Kamer en het kabinet nog kijken wat ze ermee doen. Maar het kabinet heeft nu gezegd, daar willen we ook van af. Alleen, ja, er is nog één veldje. Er was al een referendum aangekondigd. Juist. En het grappige daarvan is, dat is de referendum over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, ook wel de sleepwet genoemd. En de minister die daarover gaat, is dezelfde minister die over het referendum gaat. En dat is een D66-minister, minister Ollongren. En heel lang was het maar de vraag of die sleepwetreferendum er zou komen. Alleen dankzij zondag met Lubach ging het door. En het grappige is, even een klein detail wat er verder niet toe doet. Maar wie werkt er, wie is de producent van zondag met Lubach? Dat is de echtgenote van dezezelfde minister. Dus thuis zal dat misschien toch nog wel tot enige discussie te hebben geleid. Maar D66 was voor de verkiezingen een fel tegenstander van deze wet. Nu, na de formatie, zeggen ze, ja, nee, het is allemaal heel anders, want er is een stukje in het regeerakkoord opgenomen dat deze wet, die kan, mag en zal geen sleepwet zijn. Voor de rest
zijn er niet echt maatregelen die dat gaan onderschrijven. Maar het is een beetje de nieuwe kleren van de keizer. Wij hebben verklaard dat dit zo is. En daarom is D66 nu van een tegenstander een voorstander geworden. En van een voorstander van het referendum een tegenstander van het referendum. Dus dat wordt best wel een ingewikkelde campagne. Zeker voor Kees Verhoeven. Ja, ik heb sowieso trouwens het idee dat als er vervelend corvée in de frontlinie moet worden gedaan, dat de heer Verhoeven altijd even een duwtje krijgt, hè, vanuit de fractie. Maar dat geheel tezijde. Ja, dit zijn ook zijn dossiers. Maar het grappige is dat voor de verkiezingen was hij dus fel tegen. En dan moet je even kijken in het debat wat dan ging over dat deze WIF, de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdienst, in februari welke terminologie Kees Verhoeven gebruikt. De angst voor een sleepnet met al het internetverkeer van iedereen is groot. Als het al een afweging zou zijn die tot een keuze zou moeten leiden, dan zou deze afweging gebaseerd zijn op het uitgangspunt dat grootschalig aftappen ons veiliger maakt. En juist dat staat allesbehalve vast. Bulk data. Ja, nou, daar heeft hij dus, noemt hij een paar keer de sleepnet. Nou, kijk, je kan erover discussiëren of de sleepwet is of niet. Maar in ieder geval, Kees Verhoeven gebruikt wel die terminologie in zijn termijn in de Kamer. November. Inmiddels is het regeerakkoord daar. En dan gaat het over dat referendum wat er nog gaat komen. En dan zegt Kees Verhoeven dit opeens. Ik wil graag een inhoudelijk debat over deze wet. Laten we beginnen met de juiste naam voor deze wet. Het is de Wet op de Inlichting en Veiligheidsdiensten, de WIF. De vraag van het referendum gaat niet over een sleepnet of een sleepwet. Het gaat over die hele wet, of je daar voor of tegen bent. Meneer Verhaak heeft zelf net gezegd dat we niet zonder zo'n wet kunnen. Dus ik neem aan dat de SP dan ook voor zo'n wet is. En dat we vervolgens zullen debatteren in de komende maanden over hoe die wet er dan precies uit zou moeten zien. Dus alle frames en andere onjuistheden in het debat zou ik vanaf nu graag niet meer willen horen. En dan krijgt de heer Verhaak het serieuze inhoudelijke debat waar hij zo om smeekt. Ja. Zo. Ik moet wel zeggen dat ik de lichaamstaal net zo interessant vond als het verbale. Ja, hij heeft er echt zin in. Ja. Dit was dus even het raadgevend referendum. Daar gaan we zo nog even over verder. Maar je had dus ook die heren die we in het begin zagen, die hadden ook een correctief referendum voorgesteld. Waarbij dus de bevolking ook dwingend iets kon opleggen aan de Kamer en het kabinet. Nou, dat was in de eerste termijn er allemaal doorheen. Dat zou allemaal nog opnieuw behandeld worden. En kijk, we hebben het nu alleen over D66. Maar eigenlijk hebben alle partijen in dit hele referendumverhaal kilo's boter op hun hoofd. Want het was een wet, zoals we zagen, ingediend door GroenLinks, Partij voor Arbeid en D66. Na de verkiezingen moet zo'n wet dan opnieuw behandeld worden, omdat dit een grondwetswijziging betrof. En geen van deze partijen meldde zich om die wet te gaan behandelen. Nee, één voor één trokken ze zich allemaal terug. Waarna Ronald van Raak van de SP zei, nou ja, dan ga ik die wet maar verdedigen. Laat ik zo een stukje van zien. En dan moet je maar even kijken wie in vak K, hè, zoals dat dan heet, het vak van het kabinet zitten. Dat zijn dan twee bekenden. En nu zijn eigenlijk alleen nog maar de zogenoemde populistische partijen voor. En bijvoorbeeld de PVV, die hield een fel pleidooi voor referenda. Zij houden vast aan een steeds kleiner wordende ijsschot, terwijl de noodzaak van verandering alleen maar groter wordt. De PVV blijft daarom kiezen om te vertrouwen op eigen kracht en op de kracht van mensen om meer vertrouwen te hebben in het oordeelsvermogen van de bevolking. Voorzitter, dank u wel. Ik hoop dat mijn tekst tot nu toe goed is geland, ook bij de collega's. Want ik heb namelijk gruwelijke plagiaat gepleegd tot nu toe. Alles wat ik heb voorgelezen heb ik gewoon gecopy-past van de heer Pechtold uit 2009. Meneer Pechtold was ook toen al de leider van D66 en op dat moment ook al de voormalig minister van bestuurlijke vernieuwing. Het enige wat ik gedaan heb, is dat ik D66 heb veranderd door de PVV. Nou, wel raak, hè? Mm-hmm. En je ziet dus, en dat dan komt ons dus ook op de rol van D66 specifiek, de nogal wisselende standpunten van D66 ten aanzien van referenda. Ter verdediging zeggen ze dan altijd, ja, maar dat ging over een ander soort referendum, want dat was niet correctief, of vooraf, of achteraf, of raadgevend. Of in ieder geval, op een gegeven moment waren ze voor en inmiddels zien ze het allemaal niet zo zitten. Hoewel, ja, nee, dat is ook niet helemaal waar, want op het laatste congres is gezegd dat ze vanaf nu alles is afgeschaft, toch weer opnieuw een initiatief gaan nemen. Maar goed, dat is voor later, dat gaat het waarschijnlijk ook nooit worden. Wat
vooral wel opvalt is dat D66 vooral voor referenda is als ze in de oppositie zit. En dat is ook op lokaal niveau zo. En we hebben een fragment gevonden in Leiden. 1 maart 2009. We zien de heer Van Menen. Dat is een huidig Kamerlid. Ja, die zit nu nog in de Kamer. Die was toen de partijleider van D66 in Leiden. En in Leiden was al een ontzettend lange discussie over een trambaan dwars door Leiden, de Rijn-Gouwenlijn. Daar was een referendum over gehouden. Maar het college waar D66 niet in zat, die wilde het referendum na zich neerleggen. En toen maakte D66 dit fantastische campagnelied. Een goede raad telt voor twee. Een groen formuliertje ging door de play. Het kostte ons maar 1 miljoen. Dat mogen ze vast niet meer overdoen. Zijn nu toch al eerlijk verdeeld. Rijn-Gouwenlijn. Ja, nou dat gaat dan nog even door. Dat duurt echt nog heel lang. Maar wat er in dat lied niet vermeld staat, was dat Pechtold eerder wethouder was van verkeer in Leiden en toen nog een referendum had tegengehouden. Want daar had hij helemaal geen zin in en helemaal geen behoefte aan. Dat vermeldt het lied niet. Wij gaan door, want wij gaan nu kijken. Weer naar Van Mierlo, geloof ik, hè? We gaan weer naar Van Mierlo, ja, zo zie je maar hoe... En dat is omdat er dan altijd ook gezegd wordt, ja, en hoe kan dat dan? D66, die is toch altijd al voor referenda? En dan zegt D66 weer, nee, dat was in het begin niet zo, want daar hebben we altijd over getwijfeld. Nou, zoals iemand vandaag ook nog weer tegen me zei, Van Mierlo twijfelde continu over alles. Maar we hebben hier toch een bewijs dat hij op enig moment voor referenda was. En we hebben ook een bewijs, want kijk, als je net dat campagnefilmpje zag, denk je, waar is D66 gebleven sinds dat eerste loopje langs de gracht, wat we net nog gezien hebben. Nou ja, los van wat Van Mierlo zegt, is er ergens iets misgegaan wat dat betreft bij D66. Dit is in 89, ja. 60% van de kiezers wil dat D66 deel gaat nemen aan een nieuwe regering. D66 stelt ook voortdurend aan de orde de politieke cultuur. En dat is omdat er een verband is tussen de manier waarop de macht met zichzelf omgaat en het dagelijks lot van de mensen. Daarom willen wij een helder bestuur. En daarom willen wij dat u daar ook op kunt ingrijpen door de mogelijkheid van een referendum. Om die houding en dit programma te kunnen uitdragen, hebben wij uw stem nodig. Maak ons zo sterk mogelijk. Ja. Maak D66 zo sterk mogelijk. Kies Van Mierlo. Nou ja, fantastisch. Maar in ieder geval, we worden opgeroepen van, ben je voor referendum, stem D66. Want die man een mooie stem, hè? Ja, dat dan weer wel, ja. Wij gaan naar de heer Biesheuvel. Ja, maar dat is een kleine inleiding. Ja, ik merk, je hebt een beetje... Nee, echt, wat ik namelijk wel interessant vond, want ik dacht, zolang ik in Den Haag zit, gaat het al over politieke vernieuwing. Maar dat referendum heeft echt een hele lange geschiedenis. En wat ik niet wist, dat ten tijde van de Bataafse Republiek, rond 1800, zijn er in Nederland 4 referenda geweest. Nou, dat wil niet zeggen dat de democratie er toen voor de rest van Florissant bij stond. Maar een hele serieus referenda, ook over een grondwet. Het grappige was dat je wel, dan was er eerst tegen en dan werd er een nieuwe gehouden. Dan waren de mensen toch voor. Het enthousiasme voor de overheid, dat baalde ook wat in die jaren door wat Franse inmenging. En bij de laatste referendum komen dan bijna niemand opdagen. Maar van de mensen die komen opdagen is iedereen tegen. Maar is dan de redenering, ja, maar de mensen die niet zijn komen opdagen, die hebben allemaal voorgestemd. Ergens, dat is dan na, dat elt nog steeds na, die gelegenheidsargumenten. Nou, dan hebben we rond 1900, dan is er een hele discussie of de Eerste Kamer niet door referenda vervangen moet worden. En dan vanaf de jaren 60, de mondige burger, is er ook allerlei staatscommissies, er zijn er wel 10 geweest, geloof ik, die
zeggen, er moet iets veranderen aan onze democratie. En daarbij komt dan telkens ook het referendum. En bijvoorbeeld in 1985, oud-premier Barend Biesheuvel, die pleit dan voor een bindend referendum. En ook op dat moment al met enige urgentie. Ja, ik zeg erbij. De commissie gaat trachten om na te gaan hoe de individuele kiezer, de individuele burger, u en ik, meneer Zorgdrager, hoe die op beslissende momenten, wanneer dat vertegenwoordigd stelsel is, een steek laat vallen. En zelfs zij kunnen wel eens een steek laten vallen op het Binnenhof. Dat komt voor. Maar dat is een grote steek laten vallen. En er kan ook in de gemeenteraad kan dat voorkomen, waar ze ineens de onroerend goedbelasting met 40% gaan verhogen, omdat ze zo dringend geld nodig hebben voor een of ander wonderlijk doel. En de burger zou daar niets aan kunnen doen. Dat pikt de burger vandaag de dag niet meer. Je moet zich een beetje plaatsen naar de tijd van 1985. Maar deze man had de bijna mooie Barend. Oh, ja. Dat, ja, mevrouw Ploemen, feest van herkenning. Ik zie het. Ja, dat dacht ik ook. Maar toen las ik ergens dat het was vanwege zijn lengte. Ja, dat konden we hier okay, dat, niet. Oké, dat dacht ik aan jou. Maar hier, dus dan zegt hij, deze oud-premier in 85 al, dat pikt de burger niet meer. Nou, inmiddels zijn we alweer vele jaren verder, vele adviezen. En ja, dat raadgevend referendum, dat was dus ook al ingevoerd. Maar na één keer, dan zeggen we al, ja nee, dat is eigenlijk allemaal niet zo goed gegaan. Dat schaffen we af. En bovendien, dat volk, dat heeft ook meningen die ons eigenlijk misschien niet zo goed bevallen. Daar moeten we maar van af. In de formatie zou je dan nog zeggen, heeft D66 misschien nog hard gevochten? Ja, kan er ook niks aan doen dat het dan met drie partijen in een kabinet komt die niet zoveel voelen voor referenda. Maar ik heb me laten vertellen, dat is ook absoluut niet het geval geweest. Vrij snel was iedereen het erover eens, nee, dat referendum dat moet dan maar weg. Daartegenover krijgen D66 dan de gekozen burgemeester. Maar dan moeten we verder ook niet denken dat dat een soort direct door het volk gekozen burgemeester wordt. Nee, de benoeming van de burgemeester gaat uit de grondwet, waarmee we eigenlijk formaliseren wat nu al is, dat de raad, al dan niet geïnitieerd door de commissaris van de koning, mensen benoemd. Een stad mag eventueel een referendum houden, maar het is absoluut niet zo dat we in heel Nederland direct onze burgemeester gaan kiezen. Dan kan je zeggen, oké, de minister die denkt, we trekken snel de pleister eraf. En al vrij snel kwam ze dan met het voorstel inderdaad om dat raadgevend referendum af te schaffen. Maar niet alleen dat, nee. Over dat besluit om het af te schaffen mag ook niet meer een referendum gehouden worden. Terwijl, ja, volgens de wet zou dat gewoon nog kunnen. En de minister heeft een vrij aparte redenering waarom dat dan eigenlijk toch niet zo is. En een interview van mijn collega Michiel Breedveld met haar kunnen we dat zien. Ook een intrekkingswet is referendabel. Er staat geen uitzonderingsgrond in de huidige wet. De intrekkingswet die nu naar de Raad van State gaat, waar het debat over het parlement nog over gevoerd moet worden, kan ertoe leiden, hè, dat moet allemaal natuurlijk netjes opgeschreven zijn, juridisch zijn onderbouwd, dat er op een gegeven moment een parlementair besluit is, een parlementair meerderheidsbesluit is, dat de wet op het raadgevend referendum is ingetrokken. Ja, maar dat is nou juist de kern van een referendum, dat dus de bevolking zich uitspreekt over een parlementaire uitspraak, ja, een beslissing. Dat is nou precies de kern. U zegt, ik hou niet van referenda. Nou, oké, dat kan uw mening zijn. Maar we hebben nu een wet en met de wet in de hand zegt u, ik ga die wet afschaffen en daar kan geen referendum over gehouden worden. Op grond waarvan gaat u dat doen? Dat moet je natuurlijk onderbouwen, dat moet je ook opschrijven. Dan daar vraag ik u naar. Met elkaar. Precies. Ik vraag naar de onderbouwing. Zeker. En wat ik u zeg is dat er een oordeel moet komen van de Raad van State op basis van het voorstel dat het kabinet aan hen doet. Dat ik daarna het debat aanga met het parlement. Maar dat mijn logica is dat op het moment dat er een parlementair meerderheidsbesluit zou zijn voor de intrekking van de wet op het raadgevend referendum, die als zodanig niet meer bestaat, en dat je dan ook met elkaar hebt afgesproken dat je dus daar niet een referendum over kunt houden. Ja, maar ik constateer dus, even met u wel, het kan zijn dat u ergens halfweg bent afgehaakt. Dat was exact de bedoeling van de minister. Ah, ze doet dat wel met overtuiging. Het is nog spannend, want de Raad van State moet nog adviseren. De Raad van State staat onder leiding van Piet Hein Donner, verklaard tegenstander van referenda. Aan de andere kant heeft een woordvoerder gezegd, ja, ik zou eigenlijk geen reden zien waarom deze wet niet referendabel is. Het is dus nog wel spannend om te zien wat de Raad van State zegt en wat het kabinet daar dan vervolgens mee doet. Aan de andere kant, de SP die wilde
naar aanleiding hiervan een hoorzitting houden met verschillende staatsrechtgeleerden. Want er zijn dus ook allerlei staatsrechtgeleerden die zeggen, nou, dat kan helemaal niet. Deze wet die is referendabel. Je moet je als overheid bij uitstek aan de wet houden. Maar die hoorzitting die is dan weer tegengehouden door de coalitie. Zo erg willen ze er vanaf. Maar het mag niet en het zal niet. En dan denk je van ja, is dat dan eigenlijk niet problematisch voor D66? Zocht de partij altijd van de politieke vernieuwing. Die hebben dan nu een minister en die dat allemaal keihard afkapt. Nou, je ziet soms inderdaad wel wat commentaren. Aan de andere kant valt het ook wel mee. Je zag net op een gegeven moment wel wat honend commentaar toen D66 opeens voorstelde dat kinderen ook een stem in het parlement zouden moeten hebben. En dan geloof ik één keer per jaar een kindervragenuurtje. En dan was er wel weer van, oh, de kinderen als excuus voor echte inspraak. Maar eigenlijk heeft D66 er niet heel veel last van, want de achterban van D66 is eigenlijk ook helemaal niet meer zo voor referenda. Kom maar erin. En er is één interessant grafiek die verscheen afgelopen dinsdag. Voor de helderheid, dinsdag. De gele lijn is lager en middelbaar opgeleid en de blauwe lijn is hoger opgeleid. Dus je ziet hier de steun voor een referendum. Nou, laag opgeleid blijft hij redelijk hoog, maar hoog opgeleid na het Oekraïne-referendum en alles daaromheen daalt als een idioot. Nou ja, waar haalt D66 de stemmen vandaan? Toch eerder bij de hoogopgeleide. Dus voor de achterban van D66 is het misschien allemaal niet zo erg. En D66 zal er misschien geen electorale schade aan ondervinden. Ik denk wel, als je mensen iets afpakt, dat je op zijn minst een alternatief zou moeten bieden. Dat wordt nu helemaal niet gedaan. En wat je dan toch een beetje creëert, is je eigen boze burger. En dat brengt ons terug bij de huisvrouw van het proefreferendum. Uit 1959, met dat mooie gegraveerde haar. De toekomstige huisvrouw, die zei dat haar toekomstige kinderen toch allemaal voor Europa waren. En vandaag heeft deze vrouw onlangs, een paar jaar terug, toen het allemaal weer over referenda ging, opgezocht. En dit is hoe ze er nu over denkt. We hebben ook nog een keer een referendum gehad over die zogenaamde grondwet. Toen was ik al heel kritisch. Toen waren wij er eigenlijk al achter dat het helemaal niet erg democratisch was. Europa is handel. Handel. Ja, natuurlijk is het dat ook. Ik zal helemaal niet zeggen dat voor u was het meer een ideaal altijd? Wat zeg je? Voor u was het meer een ideaal altijd? Nou, het moest ook een ideaal zijn. Ja, zo denkt ze er nu over. En bij het referendum, daar had ze verder ook allemaal niet meer zo'n behoefte aan. Nou ja, dat krijg je dan, denk ik, de boze burger. Wat een feest. Nieke de Zoete, dames en heren. Dankjewel. Ja, neemt u het aantekeningen boekje maar mee. We gaan naar deze kant op. Want als we er drie gehad hebben... Ja, ja, dankjewel. Komt u mee? Wij... Er is misschien wat opschudding in de zaal, dat mensen nu met elkaar proberen te discussiëren wie volgens hen nou het beste ontspint heeft. Maar het is aan de eenkoppige jury. Ja. U weet de procedure en de bedoeling is dat u eigenlijk over de hoofden de mensen in de zaal aankijkt en ze alle drie zodanig recenseert dat we aan het einde nog steeds niet weten wie u gekozen heeft. Ja. Mevrouw Ploemen, Nienke de Zoete. Ja, ik ga u ook verklappen dat ik heb ook nog niet gekozen. Oh. Ja. Nee. Dus dat wil zeggen dat de jury straks unaniem is, maar dat het heel erg moeilijk was. Goed. De moord op het referendum. Wat Nienke de Zoete laat zien is enerzijds het korte termijn geheugen van alle politici en de meeste journalisten. Want ik denk dat ieder van u in de zaal en ik ook echt veel nieuwe dingen hebben gehoord. En anderzijds de veranderlijkheid van de politiek en de wendbaarheid waarvan we soms denken dat die onvermijdelijk is, maar die toch heel erg ongemakkelijk aanvoelt. En daar legt ze echt, nou ja, een hele dikke vinger op een hele open wond. Dames en heren, Nienke de Zoete, dankjewel. Zijn we bij de irritant volle haardos hier op de kruin van Thijs de Boer? Waarom moet je dat nou weer zeggen? Geen idee. Dat is iets van een spiegelmoment, denk ik. Ja. Vind jou ook leuk. Gaat u door, to the point, mevrouw Ploemen. Goed, wat we hebben gehoord van Thijs Broer is dat hij iets wat wel eens een mythe wordt genoemd of een onzinverhaal, namelijk de banencarrousel, dat hij dat niet heeft aangenomen op face value of eens een beetje heeft gedacht, god, wie ken ik en wie zie ik en laat ik eens iemand wat vragen, maar dat hij dat echt onderzocht heeft.
heeft. En niet alleen door eigen waarneming en door eigen onderzoeksjournalistiek, maar ook door wetenschappers te vragen om een analyse te maken. En vervolgens heeft hij van die analyse, daar heeft hij weer zijn, laten we zeggen, politieke intuïtie en zijn kennis van het politieke krachtenveld bovenop gelegd. En daarmee hebben wij een heel mooi inkijkje gekregen in, nou, hoe je het ook noemt, maar er zijn banen en ze draaien rond. Ja. Maar u zegt dus eigenlijk tot nu toe, bij de eerste twee, voelt u ook een persoonlijke verantwoordelijkheid. U zegt, ja, dat voel ik ook mee, doe ik ook soms mee. En deze, die carousel, bent u ook af en toe onderdeel van, toch? Nou ja, ik was er niet over begonnen, u begon er over. En nu begrijp ik dat ik eerst langs Johan Remkes moet. De commissaris van de Koning in Noord-Holland, dames en heren, voor die paar zo. Lise Witteman. Ja, wat Lise Witteman ons laat zien, zijn feiten die heel vaak verborgen blijven in de artikelen en de reportages die u ziet. Kennis van feiten, het begrijpen van de techniek van macro-economische vooruitzichten, het begrijpen van de techniek van wetgeving, is enorm onderschat. Ik denk dat heel veel mensen geen idee hebben dat politici, als ze staan te debatteren in de Tweede Kamer of tijdens de verkiezingscampagne, dat uiteindelijk de beste politicus degene is die het meeste weet en daar dan het meeste mee kan spelen. Want je kunt pas spelen met die cijfers en die voorspellingen en lastenverlichting of lastenverzwaring als je snapt wat het is. En Lise heeft ons, zeg maar, de achterkant van de mooie praatjes laten zien. Oh, mooi. Lise Witteman, dames en heren. Dankjewel. Kom mee, ik ga je een hand geven. Ja. En dan is dit apparaat, de hoofddeksel, gemaakt door Katinka. Onze geliefde kunstenaar. Ja, dat is hem inderdaad. Dit is het moment, dames en heren, dat u even de telefoon uit de binnenzak haalt. Lopen, toch? Rappapa, ja. U kunt een beetje ijsberen zo heen en weer. Ijsberen, ja. Ja, u heeft de telefoon in de aanslag. Wie is politieke junkie december 2017 geworden? Lise Witteman! Ja, dank je. Nee, even zo. Ja, blijf ernaast staan, blijf er zo naast staan. Zo. Ja, is het gelukt? Dames en heren, warm applaus voor onze jury, Lilian Ploemen! Dank u wel. Zo, dan zijn we bijna aan het einde, dames en heren. Voor de vaste groepsfonds weten natuurlijk dat wij eindigen met het nieuws uit het buitenland. Wat ik hier niet op mijn pintje zie staan, wat op zich niet zo heel erg is. Het volgende is aan de hand. We gaan kijken naar een fragment dat de benoeming van rechters in Amerika is een heel ander verhaal dan hier. Dat zijn zeer politieke functies. Daar kan de politiek kracht op uitoefenen en die kan dus daar ook allerlei mensen van hunzelfde politieke kleur en gezinten op bepaalde plekken krijgen. Dit gaat om de lokale rechters. En Trump is enorm druk bezig om allerlei republikeinen nu rechter te maken. Die moeten wel onderworpen worden aan een hoorzitting. Het bijzondere aan het volgende fragment wat ik u laat zien is dat de heer Kennedy, geen familie van de andere Kennedys, want het is namelijk een republikein waar u zit, en die ondervraagt dus kandidaatrechters aangedragen door zijn republikeinse grote vriend Donald Trump. En dan ontstaat dit moment in de hoorzitting. Thank you, Mr. Chairman. Welcome, gentlemen. Congratulations. You can just raise your hand on this one, if you will, to save a little time. Have any of you not tried a case to verdict in a courtroom? Mr. Pitch. Have you ever tried a jury trial? I have not. Civil? No. Criminal? No. Bench? No. State or federal court? I have not. Okay. Have you ever taken a deposition? I was involved in taking depositions when I was associate at Wiley Ryan when I first came out of law school. But that was... Have you ever... How many depositions? I would... I'd be struggling to remember. Less than 10? Yes. Less than 5? Probably somewhere in that range. Have you ever tried taking a deposition by yourself? I believe no. Okay. Have you ever argued a motion in state court? I have not.
Have you ever argued a motion in federal court? No. When's the last time you read the federal rules of civil procedure? The federal rules of civil procedure, in my current position, I obviously don't need to stay as, invested in those on a day-to-day basis, but I do try to keep up to speed. We do have, at the Federal Election Commission, roughly 70 attorneys who work under our guidance, including a large litigation division. And as a commissioner, we oversee that litigation. We advise them on overall legal strategy, provide recommendations and edits to briefs and so forth, and meet with them about how we're going to handle it. If I could ask you this, sure. I'm sorry to interrupt you, but we're only given 5 minutes. Ja. U heeft het beeld, dames en heren. Dit gaat nog minuten door. En neemt u mij aan dat op alle vragen die gesteld worden, hun partijgenoot, de heer Kennedy, komt elke keer soortgelijke antwoorden. Is het dan allemaal kommer en kwel met de heer Trump? Nee, natuurlijk niet. Er zijn ook heel veel positieve en blije dingen. En een van die dingen waar we u graag mee de donkere decembermaand insturen, om u natuurlijk in januari weer terug te zien, is dit. We're going to start saying Merry Christmas again. Merry Christmas, everybody. Happy New Year. Happy Holidays. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there on the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. Ja, en ook hier kunt u de rest wel raden. Dames en heren, we gaan nu bijna loslaten. We gaan nu bijna natuurlijk eigenlijk vragen om eigenlijk zich klaar te maken voor de tweede helft van dit programma. Waar ze voor de vaste bezoekers weten dat vindt altijd plaats aan de bar. Een niet onbelangrijk gedeelte, oftewel de tweede helft. Maar voordat ik u laat gaan en u meld dat wij, moet ik nu heel goed kijken, op 26 januari in dit theater u buitengewoon graag weer willen begroeten, ga ik u nog één ding vertellen en de vaste bezoekers weten het al lang. Dit programma wordt gemaakt door allemaal idiote vrijwilligers. En ze zijn idioot omdat ze het vrijwillig doen. En ze zijn vooral idioot omdat ze er zoveel tijd in stoppen dat we elke maand u weer dit programma kunnen voorschotelen. Dus, uw warm applaus voor niemand minder dan Anne Schepers, John de Zwart, Joost Beekendam, Jeroen Slot, Floris van Dort, Tom Groothaar, Maartje Nuchteren, Iften Abelkoor, Jaap Jansen, Marie-Louise Schonewille en Barbara Bos. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Geef het hele panel een applaus. Nieke de Zoete, Thijs Broer, Lise Witteman, Lilian Ploemen. Het is 10 uur. Dank jullie wel. Tot aan de bar. Echt. We'll be right back.